Het woord is aan de heer Wilders van de PVV. Dank u, mevrouw de voorzitter. Er volstrekt zich in Nederland een asielramp. Met alle ellende van dien, zoals gigantische overlast, waar miljoenen Nederlanders te dupe van zijn. Gisteren nog stond een Iraanse asielzoeker terecht die al 2 keer was afgewezen, maar om zijn verblijf in Nederland veilig te stellen, pannen vol met hete olie over 2 medewerkers van een AZC gooide. Die zijn nu voor hun leven op de meest gruwelijke wijze verminkt. En als die Iranier na de eerste of tweede afwijzing meteen het land was uitgezet of was vastgezet, was dit niet gebeurd. Waren de COA-medewerkers niet verminkt? Waarom is dat niet gebeurd? Dit kabinet had deze gruwelijke daad kunnen voorkomen en is dus eigenlijk mede verantwoordelijk voor al het leed. En dat is onvergeeflijk. Voorzitter, ik kan hier enorm kwaad om worden. Het loopt in heel Nederland de spuigaten uit. Ik heb de afgelopen week vele dorpen bezocht die worden volgepropt met AZC's. Ik sprak ook met de inwoners van Ter Apel over de gigantische overlast daar. En het zijn gruwelijke verhalen. Een mevrouw vertelde mij dat een inbrekende asielzoeker 's nachts in 1 keer naast haar bed in haar slaapkamer stond. Een oudere gehandicapte dame werd door een asielzoeker uit haar rolstoel op straat geduwd. Asielzoekers plassen en poepen op straat. Een asielzoeker liet zijn geslachtsdeel zien aan een 11-jarig meisje. Noord-Afrikanen masturberen in het openbaar in het zicht van Nederlandse meiden. Vrouwen worden betast, meisjes op weg naar school lastiggevallen en achterna gezeten. Cashières in de supermarkt krijgen keeldoorsnijgebaren van stelende asielzoekers. Auto's worden vernield. Mensen zitten gevangen in hun eigen huizen, want ze durven 's avonds niet meer naar buiten, omdat er dan nauwelijks politie is. Vind je het gek dat er inmiddels een burgerwacht is en dat mensen om hun gezin te beschermen zelfs knuppels en staven in huis hebben? Voorzitter, de inwoners van Ter Apel en andere plaatsen met een AZC worden keihard in de steek gelaten. Net als die verminkte COA-medewerkers. Dit kabinet moet zich kapot schamen. Stop de asielramp. Voer een asielstop in. Maar zolang dat nog niet zo is, zorg er in ieder geval voor, nu meteen, dat er dag en nacht genoeg politie is in dorpen als Ter Apel. En zet het criminele tuig meteen uit of vast. Dank u wel. Het woord is aan de minister van Justitie en Veiligheid. Dank u wel, voorzitter. En laat ik duidelijk zijn, ik accepteer nooit dat mensen die hier onze gast zijn zich zo misdragen. En ik begrijp ontzettend goed dat mensen in Ter Apel zich grote zorgen maken over hun huis, hun bezittingen. En ik vind het afschuwelijk dat zij zich onveilig voelen. Niet op vakantie gaan, omdat ze hun huis niet achter durven te laten. Hun kinderen niet over straat durven laten gaan, omdat dat niet veilig voelt. Dat winkeliers zorgen hebben over hun winkel en buschauffeurs vrezen voor de veiligheid van hun passagiers en zichzelf. En mensen die vrezen voor fysiek geweld. En voorzitter, laat ik er dan ook duidelijk over zijn dat ik hier niet alleen sta om dat te veroordelen, en dat doe ik, maar ook om met concrete oplossingen te komen om dit tegen te gaan. En hoe daadkrachtig het misschien ook klinkt, geen inwoner van Ter Apel is ermee geholpen als ik hier roep dat er random een asielstop zou kunnen komen. De grenzen zomaar sluiten, dat gaat niet. Geen inwoner heeft er iets aan als we roepen dat we de grenzen kunnen sluiten of een hek om ons land heen kunnen zetten. Dat gaat niet. En al zou het kunnen, dan zouden onze MKB'ers, onze ondernemers daar zwaar de dupe van zijn, voorzitter. Geen inwoner heeft er iets aan als we roepen dat we asielzoekers zomaar over de grens kunnen knikkeren. Want dat gaat niet. Wel ben ik iedere dag in gesprek met landen over het terugnemen van hun mensen. Dat is namelijk wat werkt. En geen inwoner heeft iets aan als ik roep dat we alle regels maar opzij moeten schuiven om niemand meer in procedure te nemen. Want dat zijn allerlei ideeën, met alle respect, voor de bühne. Wel praat ik in Europa de blaren van mijn tong en mijn collega's doen dat nog meer dan ik. Die veel in Europa zijn over dit onderwerp om wetten en regels te veranderen. We werken hard aan wat wel kan. En voorzitter, ik denk dat ik eerst direct ga naar wat de heer Wilders aangaf. En ik heb hier een langere lijst van wat er wel gebeurt, maar hij zei zorg dat er extra politie komt. En voorzitter, dat is ook aan de hand.
Er zijn aangepaste buslijnen, maar daar ging dit niet over. Er zijn extra BOA's, er zijn straatcoaches, er zijn extra voertuigen voor extra surveillance diensten, extra versterkingen toegekomen. Ik vind het verschrikkelijk dat dat moest en ik ben blij dat dat kon voor de mensen juist die daar wonen, die daar werken en voor wie wij moeten zorgen, voorzitter. Heer Wilders. Voorzitter, wat een ongelofelijke ambtelijke prietpraat. De minister heeft werkelijk geen idee. Geen idee wat er speelt. Ze had afgelopen zaterdag eens een ochtendkrant de Telegraaf moeten lezen en de reportages daarover wat de mensen allemaal meemaken. Die hebben er niets aan als u mijn ideeën afschiet. Die hebben er niets aan dat u zit te kletsen in Europa. Die willen dat er nu meer politie komt. Dat ze s'avonds over straat kunnen. Dat er s'nachts als er wordt gebeld en er staat een asielzoeker naast hun bed, dat er de politie komt. En mevrouw die minister heeft geen idee wat er speelt. Het duurt een uur, het duurt soms anderhalf uur voordat er s'avonds politie komt. De mensen durven hun dochters niet meer op straat te sturen. Ze durven zelf niet meer naar buiten te gaan omdat er geen politie is. En voorzitter, het is nog veel erger. In dit land krijgen zelfs criminele asielzoekers krijgen nog een verblijfsvergunning. En waarom heeft die minister niet op gereageerd dat die Iraanse man twee medewerkers van het COA voor hun leven lang heeft verminkt door olie over hun heen te gooien? Waarom heeft ze daar niet op gereageerd, mevrouw de voorzitter? Dat had voorkomen kunnen worden als die criminelen na één keer en na twee keer dat ze hadden gehoord gekregen dat ze geen verblijfsvergunning kregen, dat ze waren vastgezet, dat ze waren uitgezet. En nu zijn twee medewerkers voor hun hele leven lang verminkt en die minister zegt dat ze in Europa gaat praten. Voorzitter, wat een schandalige prietpraat. Ik pleit ervoor dat wij die mensen keihard aanpakken. Geen genade. Geen genade voor de mensen die onze medewerkers, onze dochters, onze vrouwen aanranden, met olie overgooien en de boel verzieken. En zolang u dat niet doet, mevrouw de voorzitter, dan zeg ik tegen minister, houd u alleen maar goedkope onzinpraatjes.